Welkom bij weer een nieuwe 10 en dit keer 10 superhandige zombie survival tips. Op nummer 10, koop een wapen en richt het op zijn hoofd. Shotguns zijn ideaal omdat ze het hoofd er compleet afblazen. En als je alleen een pistool hebt, schiet dan gewoon 2 keer in het hoofd. Gewoon, ja, om er zeker van te zijn. Op nummer 9, zorg voor schoon ondergoed. Een zombie-apocalypse is altijd erg eng. En ongelukjes, ja, die gebeuren gewoon. Op nummer 8, vorm een team. Vind een groep mensen die je vertrouwt. Ze kunnen je leven redden. Je kunt ze op zijn minst ook gebruiken als aas. Altijd beter dat zij gebeten worden dan jij, toch? Op nummer 7, draag een gasmasker. Het zombievirus kan zich verspreiden door de lucht. En ook als dat niet zo is, de stank van rottend vlees zal niet te harde zijn. En dan op nummer 6. Sla veel blikvoer en flessen water in. Om 55 jaar in leven te blijven op 3 blikken per dag, heeft een mens bijna 55.000 blikken voedsel nodig. En 40.000 liter water zal genoeg zijn om diezelfde tijd uit te houden. Dus begin maar alvast met verzamelen. Op nummer 5. Word lid van de sportschool. En nu? De dikke en vleesige mensen zullen als eerste doodgaan. Ja, zij zijn het langzaamst en het lekkerst. Zombies mogen dan wel langzaam zijn, je moet ze er alsnog uitrennen. Keer op keer weer. Op nummer 4. Beveilig jouw locatie. Heb je geen bunker of ben je kilometers verwijderd van het platteland? Spijker dan je ramen dicht, verstevig je deuren en bouw een omheining. Op nummer 3. Neem een bordspel mee. Het is een apocalypse. Er zal geen stroom zijn, dus ook geen tv, internet, Xbox, etc. Een saaie bedoeling waarin een bordspel de uitkomst biedt. Op nummer 2. Zorg voor een slagwapen. In bewoonde gebieden zal het vuren van een geweer alleen maar de aandacht trekken van de zombies. Een honkbalknuppel of een koevoet biedt de mogelijkheid om stilletjes een hersenpan van een zombie in te meppen. En dan op nummer 1, val niet op. Als helemaal niks meer helpt, doe dan net alsof je een zombie bent. Wauw, wat een belachelijke 10 deze keer. Klik vooral op één van deze 3 video's, want dan kom je bij een ander superleuke video. Geef een duimpje omhoog, abonneer voor meer en dan zie ik jou de volgende keer. Tot ziens!